Hoi, hierbij de Black Friday shoplog van mij voor 2021. Wat heb ik gekocht en waarom? Je gaat het nu zien. Oké, ik denk dat we meteen gewoon moeten beginnen. Ik heb alles een beetje opgestapeld, dus het lijkt heel veel nu, maar het valt op zich best mee. Want overal vond ik dat Black Friday best tegenviel. Het was namelijk overal wel korting, maar de korting waren niet zo hoog als het jaar ervoor. Dus ik heb wel heel veel geshopt alsnog, maar niet zoveel als ik dacht dat ik zou shoppen. Maar alsnog ga je verbaasd zijn hoe ik verkocht heb. Ik heb bijvoorbeeld dit gekocht. Van Moschino is dit een parfum. Eau de parfum. De 100 ml versie. De echte grootste. Kijk, hij is echt super mooi. Kaartje bij. Ik kreeg trouwens dit dingetje erbij van Versace. Dit heb ik gekocht bij de Easy Paris XL. En hij was 100. En hij was nu nog maar 30 euro. Dus ging 67% vanaf. Wat natuurlijk super is. En ik heb deze nog nooit geroken. Dus het is best wel... spannend dat ik het zomaar besteld heb, maar ik heb wel dus heel veel gezien op filmpjes van influencers. Dat ik dacht, ja, deze ziet er gewoon super lekker uit en ik wil het proberen. Dus ik dacht, why not? Ik hou van geurtjes, dus ik heb deze besteld bij de Easy Paris XL. Ik heb trouwens online geshopt en offline, dus alles is een beetje door elkaar heen. En ik wacht nog op één bestelling. Die heb ik dus nog niet in deze video, maar de rest ga ik wel vast laten zien. Dit kocht ik bij de winkel zelf. Bij Black Bananas kocht ik... deze. Het is een soort sweater dress. Mijn camera hield hem op, dus ik heb even gespeeld. Ik hoop dat je niet veel last van hebt. Maar in ieder geval, ik had met Black Bananas. Deze dus. Super mooi. En van binnen is hij zo lekker zacht. Dat vond ik vooral heel lekker. En hij is dus lekker lang. Echt een soort sweater dress. Of met een legging eronder, met een panty, met een rokje. Hij was 90 euro. En nu, even kijken, 35,95. Maar ik kreeg ook nog een gratis mondkapje van Black Bananas en een pakje met stickers van Black Bananas. Best wel leuk, dus als extraatje om erbij te geven. Dus voor 35,95 heb ik deze gehaald. Lekker lang, lekker zacht van binnen en een superleuk kleurtje. Echt een soort lila kleurtje. Dan deze. Ik ga gewoon zo afwerken. Deze. Oh, dit kocht ik bij de Only, maar zit bovenop iets wat ik... kocht bij McGregor. Dat ga ik eerst even laten zien. Bij de McGregor kocht ik een trui. Ik heb er geen tasje genomen, dus ik heb hem even los. En dit is een super mooie kabeltrui. En hij was nu nog maar 30 euro. Hij was namelijk volgens mij 90. Even kijken hoor. Hij was 90 en afgeprijsd naar 60. Dat is de outletprijs, maar er ging nog 50% korting af. Dus hij was nu nog maar 30 euro. En dat is deze. Van het merk Stepping Out. Een super mooie kabeltrui, al zeg ik het zelf. Super mooi kleurtje, ook weer echt dat ja, babygeel wat ik bijna noem, maar het is meer gewoon pastelgeel. Super lekker dus voor de winterdagen die er sowieso nog aankomen in 2022. Deze dus van McGregor voor 30 euro. Kocht ik bij Only, meerdere dingen, zeker bij Only geweest, maar eerst kocht ik een jas. Deze teddycoat. Ik ga even kijken of ik het gewoon goed kan doen. Zo. Super lekker jasje dit. Mijn stem slaat er zelfs van over. Hij is super lekker. Hij was 50 euro, nu maar 25 euro. En ik vind hem mij gewoon heel leuk staan. Ik twijfel een beetje omdat hij een best open hals heeft. Maar als je er gewoon een trui onder hebt, wat je natuurlijk sowieso hebt, is dat gewoon leuk en staat het gewoon goed. Dus deze lekkere warme jas van Only voor 25 euro. Dan kocht ik bij Topmerk schoenen een set schoenen. Ik koop hier wel vaker, want ze hebben mijn maat. Tenminste, soms hebben ze mijn maat. Mijn maat is namelijk 43. Best groot. Hier kreeg ik geen super korting op, 10% korting. Ze waren 49 euro en ik heb ze dus gekocht voor 44,19 euro. En daar zit ook nog de prijs in van het tasje, 10 cent. Want ik had geen ruimte om de schoenen los te dragen. Maar dat zijn deze. Echt heel mooi. Ik word echt helemaal blij als ik er naar kijk. Maar ja, ze paste me, maar echt net. Dus ik voelde meteen wel. Dus ik vond het heel tricky. Ik twijfelde of ik deze zou kopen. Maar toen dacht ik, ja, ik heb nooit zulke schoenen, want dit past mij gewoon nooit, omdat mijn maat hier nooit van is. Dus ik hoop dat het een beetje uit zou lopen naar mensen online zeiden van niet. Maar we'll see. In ieder geval, hij past wel, dus ik heb hem gewoon gekocht. En ik hoop ook dat ik hem kan dragen. Ik vind het echt heel cool. Dus deze van Topmerk schoenen. Ik kocht ook wat bij Max Verstappen Fanshop. En dan denk je, hoezo, waarom? Ja, vraag mezelf ook af. Goed om te noemen, ik heb ook heel veel cadeautjes gekocht bij Black Friday. Maar de meeste kan ik gewoon niet laten zien, omdat
De mensen die de cadeautjes krijgen gaan deze video kijken, waarschijnlijk. Dus dat kan ik gewoon niet laten zien. Maar ik weet één iemand die sowieso niet meer video's kijkt, die ik wel kan laten zien, is namelijk mijn vader. En hij is fan van Max Verstappen, of in ieder geval fan. Hij vindt het wel heel leuk. Dus ik kocht voor de grap, het is echt een foeilelijk shirt, maar ik kocht het echt voor de grap. Dit shirt van Max Verstappen, waarop staat Max, we are back. Het was een soort limited collectie toen, maar hij is echt best wel lelijk, helemaal fel oranje. Van de Grand Prix in Oostenrijk 2021. Maar hij was super afgeprijsd, want hij was 24,95 en nu nog maar 7,50. Maar ik dacht, ja, dat is een grapje wel waard. En ik heb nooit cadeaus voor mijn vader, want vaders zijn nou helemaal moeilijk met cadeautjes. Dus ik dacht, ik moet meteen gewoon een cadeautje. En wat leuk is, je krijgt dus een kaartje bij. Met een handtekening erop. Wel natuurlijk wel gewoon een geprinte handtekening is. Maar wel leuk als extraatje om erbij te geven als je het toch cadeau doet. Oké, dan deze grote doos. Dit is van de Xenos. En ik kocht bij de Xenos best wel wat leuke dingen. Ik laat het hierop staan. Oké, wat ik als eerste kocht is dit. En dit is sesamolie. En dit kocht ik omdat ik laatst in een restaurant was waar ik super lekkere saus had. Een wokrestaurant. En toen vroeg ik op een recept. En zeiden ja, je moet het knoflook doen met ui, een beetje bluswijn en sesamolie. Dus ik zag het staan op de site en dat is nu 10% korting. Dus ik dacht, die moet ik hebben. Weet je, die haal ik er gewoon bij. Meer als extraatje. Deze was volgens mij nu €2,37 of zo. In ieder geval, ik ga proberen dit sausje na te maken. Deze. Een krans. Gewoon zo'n plastic ding. Met batterijen. Dat vond ik wel belangrijk. Want dan hoef je niet de hele tijd een draadje te zoeken met een aansluiting. Maar deze kun je op de deur hangen. En wij zijn helemaal into the Christmas. Dus ik wilde echt wel iets hebben om leuk kerst mee aan te kleden. Dit kan mooi op de deur. En dan kan er dan lichtjes in. En dan blijft hij hangen. Dus ik vond dit heel leuk. Maar ik moet even testen of het werkt of niet. Want hoe ga je dit dan ophangen? Maar in ieder geval voor €7,99. Want hij was nu €7,99. Vond ik het wel leuk om te proberen. Dus deze. Deze hele mooie vaas. Die zag ik al zo lang in alle folders en alle sites. Deze is echt super mooi. Hij heeft echt zo'n panterprint of tijgerprint. Hoe je het ook wil noemen. Luipaardprint is het, denk ik. En deze was, volgens mij altijd uit mijn hoofd, €18. En nu nog maar €10, als ik het goed zeg. Maar hier past best wel veel in. Want je hebt nog een grotere versie en je had deze versie. En ik was bang dat deze te klein was. Maar deze is best groot. Kijk, hij is echt zo. En er past dus best wel heel veel in. Dus deze ben ik heel blij mee. Dit staat echt heel leuk op onze tafeltjes in de woonkamer. Het main ding wat ik besteld heb bij de Xenos en waarom deze doos ook zo groot is, is namelijk een vloerkleed. Ja, een vloerkleed. En deze zag ik en die moest ik ook hebben. En deze was €50 volgens mij. €49 was nu nog maar €29. En het is gewoon een simpel basic vloerkleed, maar wel echt met dat mooie patroon. Dus dit zeg maar, die streepjes. En ja, ons vloerkleed heb ik laatst weggegooid omdat hij echt heel erg vies was. Ik had zo'n hele zacht, wat super lekker was, maar die wordt heel snel vies. Dus dit was een perfecte uitkomst en een goedkope uitkomst. Want nu bespaar je daar echt wel op. Dus ik heb ook weer een nieuw vloerkleedje. Oké, het is dan een stuk leger. Ik heb hier nog een doos die je niet eens kan zien. Maar dit is de doos van de Jisk. En ik heb bij de Jisk ook dingen besteld. Omdat ik ook weer wat nodig had en de rest heb ik er gewoon bij besteld. Het eerste wat ik nodig had, ik hoop dat je het een beetje ziet, is dit kussen kocht ik bij de Jisk nu voor €20 volgens mij. Hij was 30 of zo, 27, komt hier in beeld. Maar ik had een nieuw kussen nodig, want mijn kussen is vrij laag en klein. En slaap ik niet lekker op, dus ik heb nu een nieuwe gekocht. En dit is zo'n indik kussen, weet je wel, dat je die zacht wordt en ook harder wordt. Een soort bamboes materiaal, dus hier ben ik heel blij mee. Ik ga deze zo snel mogelijk testen. Kocht ik ook bij de Jisk twee sierkussentjes. Deze waren echt iets van maar €3 per stuk of zo, of €5 per stuk. Volgens mij maar 3. Gewoon leuk als extra accessoire. Als laatste kocht ik een badkamerset waar ik echt heel blij mee ben. Een bakje voor zeep. Dus hier kun je zeep opleggen. Het is allemaal van één lijn, superleuk. Dit zeeppompje. En ik kocht deze wc-brilhouder met wc-bril. Ook van dezelfde collectie. Vond ik superleuk. En deze waren nu 60% korting. Dus deze was volgens mij €3,40. Deze was €1,40. En deze iets van €2, zoiets. In ieder geval mega cheap en wel een hele leuke collectie. Dus die past echt wel bij onze badkamer. Oké, dat was de Jisk en dat was ook meteen deze kant van spullen. Nu gaan we naar die kant. Oké, laten we links beginnen. Hier staat het helemaal verstopt nog een tasje van de olie.
Want ik ben later nog een keertje geweest en toen vond ik nog dit dingetje. You hate it or you love it. Hij is op het eerste oog niet heel mooi. Dit is hem. Echt een soort slaapzak. Maar ik zag hem de pop in de winkel. En toen vond ik hem toch wel heel erg leuk. Toen dacht ik, oké, ja, dit moet ik misschien wel hebben. Hij was ooit als retailprijs 35 euro, deze. En nu was hij echt in de heel erg uitverkoop. Want hij was nu maar 3 euro. 3 euro. Toen dacht ik, ja, kijk, hij is inderdaad lelijk op zichzelf. Maar als ik hem dan ook combineer met een zwart lang ding, wat ik wel heb, dan is hij wel echt heel leuk. Dus ik wou hem toch stiekem hebben. Dus ik heb hem gekocht. Voor 3 euro kon ik het ook niet laten. Dit is van Fabienne Chapeau. En daar kocht ik een jurk die in de aanbieding was. En ook hier kreeg ik wat leuke dingen extra. Super aardig. Ik kocht deze, de Billy Dress. Zo moet hij. Kijk, dit is hem. Super mooi. En vooral het stofje is zo lekker zacht. Dat zit gewoon super lekker en houdt je ook warm. Het is echt zo'n super glad stofje. En hij staat heel mooi bij mij ook. Ik kan nooit zoveel jurken hebben, maar deze kan ik wel echt hebben. Deze was iets van 140, nu maar 45 euro. En ik kreeg er ook nog wat bij. Ik kreeg een scrunchie bij, wat ook super tof is. Namelijk deze. Een scrunchie. Super lief. Kreeg ik erbij met daarnaast heel veel zaadjes voor vlinders volgens mij. Ja. Butterfly flowers, dus bloemen voor de vlinders. Dan ging ik langs de Lindt. En Lindt is echt mijn favoriete winkel wat betreft chocola. En daar kocht ik niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 zakken chocola. Eigenlijk kocht ik er zelfs 6, maar ik heb er 2 al weggegeven die niet voor mezelf waren. En ik heb er nog 2, ik heb er dus 4 gekocht uiteindelijk. Deze is cadeau voor mijn Beppe en deze is cadeau voor de vriendin van mijn Beppe. Gewoon omdat het kan, omdat het leuke cadeautjes zijn, het is makkelijk. En ik heb er dus 2 zelf gehouden. En dit zijn echt kilo zakken, dus super groot eigenlijk. Maar dit zijn van die super lekkere chocolaatjes waar je niet af kan blijven. Daar ben ik ook heel blij dat ik hiernaast op kan eten. Nee, maar het is gewoon om uit te delen, om op tafel te zetten. En ik dacht 1 zak voor mezelf en 1 zak om uit te delen. Hier mag ik wel gewoon langere tijd mee doen. Dus een zak was van 35, volgens mij, of 30 euro. Nu 15 euro. Dus je bespaart echt wel flink. Want Lindt is best dure chocola. Dus dit is echt een topdeal. En daarom heb ik er ook meteen 6 gekocht. Want iedereen wilde ze hebben. En ook ideaal dus voor een cadeautje. Dus deze. Dan weer een bestelling online van de Kruidvat. Kruidvat had echt wel leuke deals dit jaar trouwens. Eén van de weinigen met leuke online deals. Ik kocht deze mascara van Maybelline. De Sky High mascara. Die is altijd goed en ik heb hem zelf ook. En die was van 17,50, nummer 7,50 euro. Dan kocht ik deze deo van Switzal. Super lekkere geur. En deo is altijd goed. En deze was volgens mij nummer 2 euro. Was een soort kassakoopje of was 60% korting, zoiets. Ook lekker. Ik was gewoon vroeg opgestaan vrijdag de 26e, want ik moest ook werken die dag. Dus ik was gewoon om 6 uur opgestaan en het waren nachtdeals bij Kruidvat. Dus als jij in de nacht van 26 september bestelde, 26 november bestelde, dan kreeg jij 70% korting op Rimmel en Revolution. Maar dat ging best hard. Dat verkocht best veel. Maar ik heb toch nog deze 4 dingen kunnen scoren. Dit is een concealer van Revolution, denk ik. Ja, volgens mij Revolution. In mijn kleur, wat fijn is. En die is best wel groot. Dus deze was 70% korting. Ik kocht een Rimmel Super Gel lakje. Nagellakje vind ik altijd goed. En hier nog 2 Rimmel 60 Second lakjes. Die allebei met allemaal, dus 4 stuks, met 70% korting gekocht konden worden. De rest van de make-up was op die dag 60% korting. Dus ik kon ook nog wat scoren van Maybelline. Bijvoorbeeld deze. Dit is volgens mij de Baby Skin Primer. Wat ik heel fijn vind, want ik hou echt van spulletjes onder mijn make-up. Omdat mijn huid best wel droog is en gevoelig. Dus deze vind ik heel fijn. En deze was dus 60% korting. En mijn foundation is bijna op. Dus ik kocht deze Maybelline Fit Me Foundation in kleur 104. Ook voor 60% korting. Weet ik ook deze Maybelline Fit Me Concealer. In een hele lichte kleur die ook 60% korting had. En dan als laatst hadden de lakjes van Sally Hansen. Wat mijn favoriete nagellakmerk is. Ook 60% korting. En bij de Ethos hadden ze het ook, maar hadden ze niet veel kleuren meer. En hier wat meer. Dus ik kocht deze. Een soort paarse kleur. Ik kocht
Dit is paarsbruine kleur. Ik kocht deze. Dit is meer paars galaxy kleur. Ik kocht deze, een pastelroze. En deze, een knalroze. En die waren dus allemaal met 60% korting. Dus dat vond ik echt wel een goede deal. Oké, dan Diesel. Was ik ook in de winkel. En deze vond ik best moeilijk, want dit was best wel een duur item. Maar ik wilde hem toch hebben, want ik vond hem echt heel cool. Ik vond gewoon het patroontje heel tof. Ik vond eigenlijk alles eraan cool. Echt een fel witte. Met een soort, wat is het, slangenachtig iets op. Met vuurletters. Ik weet niet, ik werd meteen aangetrokken tot deze sweater. En hij stond ook gewoon super leuk. En deze was 100 euro in de outlet 65. En was nu in de korting voor 52 euro. Dus dit was dus de enige waar ik over twijfelde. Want ik vond 52 euro best wel duur voor een sweater. Maar ik vond het eigenlijk echt zo leuk. Dat ik dacht, ja, sorry, maar ik ben hier ook gewoon om te kopen. Ik wil gewoon leuke dingen hebben. En ik kan wel alleen maar goedkoop willen. Maar dit is ook gewoon kwalitatief en super mooi. Dus als ik dit leuk vind, dan moet ik het doen. Dus daarom heb ik deze alsnog gekocht. En ik ben er echt nu heel blij mee. Want hij is heel lekker dik. En heel lekker zacht. Dus dit is sowieso een top aankoop. Oké, dan eigenlijk iets wat ik al eerder kocht dan Black Friday. Maar ik wil het toch even meenemen. Dat is namelijk bij tuincentrum Osdorp was ik. En daar kocht ik best wel veel. Maar een paar dingen wilde ik even highlighten. Waaronder, we mogen elk jaar van onszelf een kersthuisje kopen. En dit keer vond ik deze van de Efteling. En ik ben echt heel erg fan van de Efteling. Dus we kochten deze die 40% korting had. En ik kocht ook nog aanvullend twee kleintjes. En deze is de Fakir en de Hollebolle Gijs. Als soort van losse poppetjes voor bij het kerstdorpje. En deze waren ook allebei 40% korting. Ik kocht ook al eerder dan Black Friday, maar wel met de Black Friday deals bij Michael Kors. Die kocht ik onder andere een portemonneetje. Deze. Want ik was nog op zoek naar een klein portemonneetje. Ik heb namelijk een hele grote. Maar die kan ik niet overal in meenemen. Dus ik vond deze gewoon top. Er kan van alles en nog wat in. Dus ik was hier heel blij mee. Deze was 80 euro. En was nu nog maar 40 euro. En dan kocht ik ook nog een zonnebril. Want ik heb eigenlijk maar één zonnebril. En die is van Gucci. En dat vind ik af en toe best zonde om op te zetten. Want die is gewoon duur. Dus ik had een nieuwe nodig. Dat wil ik niet zeggen dat mijn kort niet duur is. Maar je gaat verbaasd zijn van de prijs, denk ik. Ik kocht deze. Super mooi. Deze bril. En op de achterkant heb je hier nog, als je het goed ziet, het logootje. Wat ik super mooi vind. En hij komt dus in een mooie houder. Zal ik hem even snel opzetten voor het idee. Ik ga hem uiteraard voor in de zomer dragen. Maar zo. Beetje alleen met die plasticjes, maar je snapt wat ik bedoel. En deze was van 100 euro, nu maar 50 euro. Dus ook best wel een goede deal voor een zonnebril. Want er zit ook gewoon zo'n doekje bij om schoon te houden, et cetera. Oké, dan heb ik twee broeken gekocht bij de Fashion Factory. Ik heb altijd broeken nodig, dus het was altijd wel goed. Dit is een flare pants. Gewoon heel simpel zwart. Met wijde pijpen. En deze is van Fila. Hij was 30 euro, nu maar 15. Dus deze. En ik kocht één met een, hoe noem je dat, ruitjespatroon. Dit in ieder geval. Zodat ik daar ook wat neutraals op kan doen. Ook weer flared. Heel leuk. Is was iets strakker. En deze is van Jacqueline de Jong. En die was van 25, nu 18 euro. Iets duurder, maar broeken passen mij niet zo snel. Dus ik had er ook wel wat voor over. Dus dat bij de Fashion Factory. Dan kocht ik dit ook nog bij tuincentrum Osdorp. Die moest ik ook even delen. Want dit was 70% korting. Van 40 voor 12. En dit is zo'n projector die je op je huis kan richten. En dan komen er allemaal leuke animaties op. Met een afstandsbediening. Dus dit vond ik wel heel leuk. En ik dacht, ja, nu heb ik de kans om te proberen voor 70% korting. Dus daarom heb ik hem gekocht. En ik ga hem binnenkort testen. Dan weer de kruidvat. Want ik kocht twee keer bij de kruidvat. Dit is eigenlijk deel 1. Net had je deel 2 al gezien. Het komt omdat kruidvat gewoon dagdeals had. Dus bepaalde deals waren op één dag geldig. Dus dan moest je die dag kopen. Daar kocht ik onder andere voor Dylan 4 potten gel. Want gel is normaal best wel duur daar bij TAF. En nu waren ze 4 voor 10 euro. Dat scheelt echt 60 tot 70% korting. Dus 4 voor 10 euro moest ik zo even inslaan. Voor mezelf kocht ik deze. Dit zijn de Instax Mini Polaroids. Die zijn normaal ook echt 10 euro per pakje. En dit is 2 pakjes voor 10 euro. Dus het scheelt de helft. Dat is wel adviesprijs. Het is wel eens goedkoper te kopen hoor. Maar alsnog vond ik het handig om te hebben, want ik mij op.
Als cadeautje kocht ik ook deze zak met chocola. Een kilo zak van Codor, de Chocotop. Mijn vader vindt deze super lekker. Kwam ik er wel later achter dat dit niet de melkvariant is. Dus hij vindt de melkvariant lekker. Dus ik hoop dat hij dat alsnog wil, maar we gaan het zien. Maar in ieder geval deze kilo zak chocola. Ook op de dag deals waren een aantal make-up items in de korting. Ik kocht bijvoorbeeld 2 keer deze Maybelline Eraser concealer. Want deze gebruik ik zelf elke dag. En die zijn super goed. Dus ik moest er even een voorraadje van inslaan. In ieder geval 2. In ook 2 verschillende kleuren. Dus 1 meer kan gebruiken als highlight en 1 meer als concealer. Die waren nu bijna maar 5 euro. Super deal, want ze zijn normaal echt 12 of 13 euro. En ze hadden een aantal luxe producten in de korting. Dat doen ze ook wel met Black Friday en heel soms ook tussendoor. Dus ik vond het tijd voor mezelf om het te doen. Dus ik kocht deze van Yves Saint Laurent. Een super mooie kleur. Ik vond hem heel mooi in ieder geval. En hier ben ik super blij mee. Deze was nu maar 15 euro. Ik heb het even online opgezocht en daar wordt die voor minimaal 30 verkocht. Ook in de korting, dus ik ben hier wel echt heel blij mee. America Today, daar kocht ik een jas. Of in ieder geval een soort tussenjas. Een soort jasjack-achtig. Je kan hem ook als vest dragen. Kijk, dit is het printje en hij is lekker wollig. Het is een soort vest of een jas, net wat je wil. Hij was 70 euro, toen 50. En over die 50 euro ging nog 20% korting. Dus toen dacht ik, oké, dan vind ik hem wel leuk. Weet je, het is de prijs ook wel waard. En dit is ook wel echt lekker als jas of dus als vest. En ik vind het patroon gewoon heel leuk. Ik kocht nog iets, namelijk deze. En dit is een sweater, maar dan zonder mouwen. Dus een soort giletje. En dit zie je ook steeds meer in de mode komen. Dus ik vond het ook wel heel leuk om dit te proberen. En het staat super leuk met een zwarte sweater eronder bijvoorbeeld. Of gewoon iets met zwarte lange mouwen. In ieder geval heel leuk deze. En deze was 40 euro, 20 euro. En daar ging weer 20% af. Dus deze was nog maar 16 euro. Oké, dan hebben we alleen nog de etels over. Hier zaten weer wat cadeautjes in die ik al weggedaan heb. Maar er bleef ook nog wat over voor mezelf. Deze was eigenlijk gratis. Want je moest 4 euro verzendkosten betalen als je boven de zoveel euro had. En ik had dat net niet, dus ik betaalde 4 euro. Als ik deze erbij deed, deze was 2 euro, dan waren de verzendkosten gratis. Oftewel, ik moest de verzendkosten toch betalen, dus op een gegeven moment had ik deze gewoon gratis erbij gekregen eigenlijk. En hoef ik geen verzendkosten te betalen. Net hoe je bekijkt natuurlijk, maar die verzendkosten moest ik toch betalen, dus eigenlijk is deze gratis. Dan had ik van Zwitserland, wat 60% korting had, deze zeepvrij schuimbad. Ik hou echt van Zwitserland, vind ik een super lekker product. En ik ga wel vaker in bad, dus dan is dit heel lekker om in bad te doen. En wat ik zo eerder zei, Ethos had ook Sally Hansen. En zij hadden dan bij Sally Hansen 1 plus 2 gratis. Dus dan had je 1 lakje en dan betaal je 1 lakje en dan krijg je er 3. Maar ze hadden niet alle kleuren meer. Dus ik kocht deze. Een beetje paarsig kleurtje. Ik hoop dat je kan zien. Hier is het licht. Paarsig kleurtje. Deze. Een fel roze kleurtje. En deze. Een soort oud roze kleurtje. 3 stuks voor maar 11 euro of 12 euro volgens mij. Oké, dat was het al. Dat was de shoplog. Dat is alles wat ik gekocht heb bij Black Friday 2021. Ik hoop dat je het super leuk vond. Ik ben super blij met mijn aankopen. Ik vond het minder dan vorig jaar. Maar dat komt ook denk ik omdat er minder merken meedelen. Omdat er minder reuring waren. Er waren minder goede acties. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaren hebt. Laat het me zeker weten als je dat wel of niet ervaren hebt. Ik ben heel benieuwd. En ik hoop gewoon dat je het een hele leuke video vond. Ik vond het heel leuk om te maken. Ik ga nu lekker genieten van mijn spulletjes. Als je nog een vraag hebt over deze producten die ik heb laten zien vandaag, let me know. Dan doe ik mijn best om te antwoorden voor je. En ik hoop je het heel leuk vond om naar te kijken. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!